Dit ziet er toch grappig uit. Nou, ik vind het direct. Nou, jij bent vast nog aan het laden, of niet? Correct. Dit ziet er enorm hilarisch uit. Ja. Het klopt. De paints kloppen wel en zo. Alleen, het ziet er zo raar uit, dit. Die buffel. Maar dat maakt niet uit. Ik ben er al. Komt zo. Oh. Nee. Zullen we gewoon meteen deuren open doen? Sowieso. Oké. Nou, deuren zijn... Wow. Oké. Tjoef. En de deuren zijn open. Wat is dit voor ding? Nou, hij lijkt enigszins op een buffel, maar... Oh, we staan al op museum. We staan al op museum, hè? Ja, we staan op museum, inderdaad. Het spoorwegmuseum. Even kijken hoor, even gaan checken. Oh, er staat hier naast ons, staat zo'n groene. Oh, wat is dit ding ook weer? Zo'n ouwe. Ik weet de naam alleen zo gauw even niet meer. Wat voor ding? Ja, zo'n groene. Staat hier naast ons. Oh, een mat 54 of 64, een van die twee. Ja. 54 is het. Ik kan me alleen herinneren dat volgens mij, als je bij het spoorwegmuseum bent, dat je aan de zijkant op een perron stapt en niet in het midden. Oh, mijn deuren zijn dicht. Zijn jouw deuren al dicht? Nou, ongeveer klopt het. Ja, ik was er net dicht gaan, ja. Even nou, kijken. Dan gaan we... Hey, oh, ja, dan gaan we vertrekken. Nou. Nou, ga stop. Joehoe. Het geluid klopt wel een beetje eigenlijk. Of niet? Ja, hij geeft alleen nog niet echt wat waar je denkt aan plankgas of zo. Nou, dat komt later wel. Als je een beetje op snelheid bent, dan komt hij wel eigenlijk. Oké. Port Maliban, Bunnik. Dus het moet eerst op Bunnik stoppen en dan doorrijden naar Driebergseist, waar het zijspoor is, en dan kunnen we omkeren. Oh, ik rijd te snel. Oh, je hebt gelijk. Shit. Ja, dat heb je heel snel met deze trein volgens mij. Ik vind het wel grappig. Een mat 54 hoor ik net dat het is, dankjewel. Ja, dat jongens. Klopt. Het was inderdaad een mat 54 waar we net op reden. En het regent trouwens, maar mijn ramen worden niet vies. Zeeuwse lijn hoor ik net iemand blaren. Ja, maar ik heb er helemaal geen scenario's van. Ik kan, en geen quick route, dus ik weet niet. Dat is lastig. Ik weet niet hoe dat kan. Ik heb de route als het goed is wel, maar... Het is al meerdere malen gedownload, maar ik krijg alleen de scenario's er nooit bij. Dat is vervelend. Ja, nogal. Nou, dit ding kan sowieso geen plas geven. Wat is dit? Engine start? Heb je ook engine stop? Maar ik hoor een ping. Ik hoor gewoon ping. Maar dat is dus officieel. Komt omdat dit een Engelse trein is waar je in rijdt. Ja, klopt. Als je naar links kijkt, dan zie je daar de kaart van Londen. Ho. Ik rijd weer te snel. Stop. Links? Als je een beetje naar links in de cabin kijkt, dan zie je daar de kaart van Londen hangen. Oh ja! Nou ja, maakt het jou niet. Oh, we moeten nou 60 rijden. Oh shit, remmen. Zo, 60. Ik vind het best wel een grappig ding eigenlijk hoor. Ja, nou we komen nu op het van het zijspoor af. Ja, klopt. Ping! Jo, daar gaan we weer. 60, dat is nog een scherp bochtje. Ja, best wel hè. Oh, ja, daar gaan we. En op naar de 80. Nee, ik vind het, hij heeft wel een mooi geluid. Ja. Maar nu toch iedereen in de chat bezig is, volgens mij sta je op Utrechtse of op Maliban sta je aan de zijkant altijd, want het is altijd een zijspoortje en niet midden in het museum, zeg maar. Volgens mij stap je altijd in op het zijspoor. Kan wel kloppen hoor, wat je zegt. Oh. Nou, eens even kijken wat dit dingetje allemaal kan. Hoe hard hij kan rijden. We gaan nu, mogen we... Nou, ik geef op lang gas, maar ik ben nog niet bij de 90, dus... Ik raak nou net de 90 aan. Nou ja, ik moet wel stoppen, dus ja... Ja, dat is ook wel zo. Wij moeten er om 6 zijn. Oh ja. Dat wordt leuk. Peter van Ai. Nee, dit is niet de buffel. Dit lijkt op de buffel. Ja, dit is niet de officiële buffel. We hebben deze niet van Christrains afgejat. Nee, die is er nog niet. Ik zet voor de vorm even de ruitenwissers aan, maar je kunt volgens mij niet veel meer. Ik krijg geen regendruppels op mijn
Nee. Op mijn raampje. Maar ik wou ook opleiden iemand dat... Het was inderdaad het zijspoor, maar tegenwoordig stappen ze toch weer midden in het station uit. Oké. Dat was toch grappig. Bang! Ja, dan ook een keer bang hoor je in die trein. Ja. Maar dat, zeg maar dat je groen sein hebt. En de treinen gaan nu via de andere kant, dus hoogstwaarschijnlijk de noordkant die je bedoelt. Ja, je hebt volgens mij geen connectie meer tussen Malibaan en Driebergenseis, dacht ik. Dat iemand dat ooit een keer tegen mij zei. Dan betekent dat dus dat ze dus hoogstwaarschijnlijk richting af die kant op gaan. Dus dan moeten ze zo, moeten ze richting of Hollandse Rading of richting Bilthoven Amersfoort rijden. Want daar zit ook geen aansluiting naar links, dus dat weet ik niet hoe ze dat dan weer moeten doen. Geen idee. Hoe rijdt hij dan wel, is dan de vraag voor de chat? Want het is inderdaad... Nou, wacht even. Nou, binnen komt eraan. Shit, rem erop. Ja, dat zou ik inderdaad wel doen. Even de rem erop. Nou. Joehoe, rem! Heb ik nog iets van rem of zo? Nee, dit ga ik niet halen hoor. Twister? Oh, nou, misschien ook wel trouwens. Ja, dat ga ik net wel halen. Ja, hij remt redelijk snel. Ja. Nou, hij zit ook wel een klein beetje op het randje hoor. Zeeënpendel gaat tegenwoordig via Amersfoort, ja, zie je wel. Ja, dat heet toch de Heimwee Express? Oh, ik ga volgens mij niet eens redden. Oh-oh. Oh, ik heb hem wel, hè. Potje 2, nee jong, ik ga toch helemaal aan het einde van het station neerzetten. Joehoe. Ah! Ik ben het station iets voorbij gereden. Haha, niet handig. Aan de andere kant. Ja. Nou, het kon erger. Het kon erger. Nou ja, maakt niet uit. We hebben het niet helemaal overgeslagen. Ik sta er een klein stukje overheen. Alleen maar ik vind sta wel... netjes op. Als je ziet met wat snel dat die deuren dicht gaan. Ja, dat, als je daar tussen zit dan... Dan word je in tweeën gehakt volgens mij. En dat weet ik al vrij zeker. Als je tussen die deuren komt, dan gewoon een splash. Is gewoon voorbij. Dan ben je dood. Ja, nee, maar kom op mijn hoofd zegt, Blievis is doorgeschoten, ja. Boe! Ja, inderdaad, ik ben inderdaad wel doorgeschoten, ja. Straks dus Vlissingen en deuren zijn dicht. Mijn deuren zijn dicht, die van jou? Nee, nog heel even. Ja, nu ook. Oké. Tractie. Gas, top. Met volle snelheid. Full power. No. Schiet niet op, top top. Joehoe. Ah, het is niet super snel inderdaad, wat je zegt. Please stand clear of the doors. Ja? Ik hoor iemand blijven, please stand clear of the doors. Ja, oh. Dat heb je bij... Hoe heet dat? Heb je bij, hoe heet die andere ook alweer, metro simulator of zo, Ik ben even de naam vergeten. Hé, waarom staan mijn lichten nou in één keer niet meer aan? Oh, stonden ze wel, oké. London Underground Simulator, waar staat? Ja, please stand clear of the doors. Ja. Schijnt de gap. Ja. Ik ken het, ik heb het ook vaak gespeeld. Nou, wij zijn bijna 90 hoor. Wie smijt de gap between the train en de platform? Ja, dat is echt zo schijtirritant is dat, hè? Wel handig, ik heb mijn ruitenwissel niet eens nodig hier. Nee, dat scheelt inderdaad, ja. Hé, dan komt Kast het buffel tegemoet. Hey Wouter, ja. Druk eens heel snel achter elkaar op de toeter. Dat is wel heel toevallig dat ik precies net hetzelfde deed. Is dat zo? Ik vind het zo grappig, hè? Vooral naar een stukje. Ja, dat klinkt heel erg raar. Dat klinkt best wel raar eigenlijk als je dat zo een beetje bekijkt, maar goed. Oh,
Ik hoor dat ding schreeuwen. Blaap! Het zijn dus geel. Ja, we moeten zo meteen naar links toe, spoor 3. We moeten zo meteen helemaal naar links toe. Oké, het zijn GVM 60 aan nu. Oh ja, misschien wel handig om daar een beetje naartoe af te remmen. Dit was de eerste keer dat ik in deze buffel ga rijden, joh. Nou ja, ik weet niet of je er vrolijk van moet worden, hè. Nee, ik ook echt niet helemaal. Nou, even iets sneller rijden, we moeten wel 60 rijden, hè. Zo. Netjes 60. Even kijken, hoe lang moet er eigenlijk stilstaan hier op dit station? Oh, heel eventjes. Moeten we straks wel weer de andere kant op, hè, Boud? Ja, dat klopt. Oh, we gaan helemaal naar het... We gaan naar het zijspoor heen. Ja, dat had ik al wel kunnen voorspellen, ja. Plus je hebt het zijn aan het einde, dus dan... Ja, klopt inderdaad. Ja, dan kun je helemaal wel... Maar ik vind die deur wel vrij overdreven opengaan trouwens. Ja, op zich. Gewoon splash, yo. Hier ben ik. Nou, richting schakelaar neutraal. Even een plus. Ga even de andere kant op zitten. Spoorbomen gaan netjes naar beneden heen, maar dan hoop ik wel dat een keer die, dat ze ding voor mij op groen gaat. Staat jouw sein al op groen trouwens, Wouter? Jazeker. Waarom staat hij bij mij nog op rood? Dat hij niet van jou houdt, Oh, er komt voor mij bijna, bij mij nog iets aan. Ik, Ik was net zo plan te gaan vertrekken, ik weet niet. Maar Manny geeft echt groen, Manny geeft echt rood aan. En hij zegt denied. Oh nee, nou is hij approved. Hij is approved. Oké, wacht even. Zo, tractie. Huppakee. Ik hoor net het geluid, maar kon niet helemaal verstaan wat ze nou zei. Iets met welcome to this train of zo. Ja, ik hoor het geluidje van de ATB of zo, hoorde ik in één keer. Dat er pep, dat hoorde ik in één keer. Ik weet het ook niet waarom. Ja, die hoorde ik ook, ja. Waar komt dat er vandaan? Dat zou ik echt niet weten. Ik vond het heel apart. Nou ja, wel 60 blijven rijden nog even. Oh, mogen we 140. Mooi. Wel grappig dat die regen mijn ramen helemaal niks doet trouwens. Nee, inderdaad, ja. Je hebt trouwens geen passagiers aan zich bij deze trein. Nee, ook niet. Nee, daar is die te goedkoop voor. Maar is dit wel, is dit een trein die officieel in Train Simulator zat dan? Ze beweren dat die in Train Simulator zat, ja. Ja, inderdaad, ja. Nou, dat kennen we helemaal niet. Ook niet van iets anders ofzo. Heb je trouwens de route van Londen naar Bridgeton ofzo? Brighton, ja. Oh ja, Brighton, sorry. Ja, misschien kunnen we daar ook een keertje op gaan rijden. Is helemaal goed. Heb je toch van die leuke kleine scenario's tussen zitten? Klopt. Ja, je hebt nu ook. Heb je de South London Network route? Nee, volgens mij niet. Want die is onderdeel van de Londen naar Brighton. En het South London Network, er zijn heel veel spoorlijntjes dat daar in Londen loopt. Zeg maar, allemaal bovengrondse spoorlijnen. Is dat een gratis eentje dan? Nee, dat dan weer niet, nee. Oké. Okay. Maar daarbij zeg ik wel, er is wel in de workshop een route te vinden die twee aan elkaar koppelt. Oh, netjes. Dus dat je South London
Zuid-Londen, zeg maar, hebt. En al die routes. En dat je dan ook nog die hele route naar Brighton hebt. Dus dat zijn... Maar dat is het, vond ik nou het gaaf aan. Anders dat je dus inderdaad... Ja, van overal naar overal heen gaat. Want heel Londen is al bekend gemaakt, zeg maar, met al die routes. maar je kan niet van daar naar daar doorrijden, zeg maar. Want het zijn allemaal aparte routes. Oké. Ik heb trouwens net gehoord van Koppel op Mouw. Dat is de trein is onderdeel van de route Oxford-Paddington. Dat kan me heel goed voorstellen. Zo, afremmen met die handel. Oxford-Paddington, oh ja. Nou. Ja. Maar zit hem. Ik iets langzamer binnen moeten rijden. Ik blijf met 40 een station binnen. Ja, van mij doet die rem af wel een beetje vaag. Ja. Maar kom harder. Ja, ik ben er net voorbij geschoten, dus. Nou, met... Hoe lang hebben we nog? 16. Ja, dit ga ik gewoon hoppen. Ja. Oh, je bent al bij het station gestopt, ja? Ja, ik sta daar stil. Maar ik heb nog 20 seconden om mijn trein even beter te... positioneren. Nou, ik gooi nu gewoon de deuren open. En splash! Yo! Iedereen dood? Oké. Okay. Ben het geweld dat die deuren open gaan tegenwoordig? Fix ik. Zo. Oh, ik heb dat ding uitgezet. Lol. Teun vraagt of je ATB opzet. Nou, hoogstwaarschijnlijk niet. Hey, je kunt dat ding aan en uitzetten, hè? Met de Z-knop kun je die motor uitzetten en hem weer aanzetten. Oh, maar dat ga ik fixen. Maar is dat natuurlijk niet nodig. Ik denk wel geinig. Oh, Wout, wil jij of Train Fever multiplayer heeft? Oh, ik ga weer... Nee, dat heeft het niet als het goed is. Mag je alweer gaan? Bijna. Nu wel. Hoor je dat weer dat ATB geluidje? Nee, er komt weer een vooraan langs. Hoor je dat ATB geluidje net weer trouwens? Ik zat net niet in de cabine, dus waarschijnlijk heb ik het gemist. Ik hoor ook inderdaad iets van een omroepsignaal. Ja, zie je wel. Ik hoorde iets van omroep en dat geluidje van de ATB. Ja, die had ik al eerder gehoord, ja, dat klopt. Maar heeft er niets mee te maken dat je er een... Wat is dat dan weer? De hoorn, oh ja. Ah, ik hoor hem ook pling. Oh nee, maar dat is de Engelse pling. Ja, dat is de pling van de groen zijnde pling. Kom op Mouw vraagt trouwens of Train Fever multiplayer heeft. Was het maar zo'n feest. Van de week heb ik er daarnet eigenlijk nog zelfs. Ben ik ook weer bezig gegaan. En hoogstwaarschijnlijk ga ik er van de week weer even een aflevering van maken. Want het is alweer een tijd geleden dat ik het sowieso gedaan heb. Maar er zijn ook Nederlandse mods van en dat is wel gaaf. Nederlandse mods? Ja. Hoe bedoel je? Kennen jullie OpenTTD? En dat is wel multiplayer en dat moeten we eigenlijk ook een keer doen, want dat is echt gaaf. OpenTTD? Ja, dat lijkt een beetje op, maar dat is komt uit de vorige eeuw, maar het is wel een gaaf spel. Wat kun je ermee doen dan? OpenTTD, ja, dat is gewoon net zoals je Train Fever, maar dan moet je ook gewoon stations bouwen en dingen vervoeren, maar Train Fever is alleen net even wat nieuwer en mooier en schoner en ja. En wat voor mods heb je dan voor Train Fever, dat ze Nederlands zijn? Zie je Nederlandse treinen rijden ofzo, of zo? Ja, correct. Oh. Liep. Nope. Ik hoor dat ding zeiken. Maar ja, ik weet pas wat er aan de hand is als ik het zijn zie natuurlijk. Ja. Het zijn is geel. En wat geeft het aan? 60. Dat is niet netjes. Het kost ons zoveel moeite om de ding al snel even te krijgen en dan mag je hem zo weer terugzetten. Ja, op zich. Dat ding remt sneller dan dat hij snelheid kan maken in ieder geval, dat weet ik wel zeker. Ja. Hé, hey, maar aan de route staat nog een Malibaan. Ik krijg Malibaan in mijn scherm. We moeten naar Malibaan in. Ik denk we gaan naar Utrecht toe, jongen. Nee, we gaan naar Utrecht toe. Ja, maar dit weer. We gaan van Malibaan weer terug naar Malibaan.
Yay! Maar dan vraag ik me toch wel een beetje af waar Nikke die aankondiging vandaan kwam, of wat die vrouw überhaupt zegt eigenlijk. Van de mensen, het is een van Nederlandse mods, ja, die komt hier net ook voorbij. Ik weet niet of ik dezelfde link nu stuur, maar ja, de link die ik in ieder geval stuurde, daar heb ik al mijn treinen vandaag gedownload. En daar staat bijvoorbeeld, als je dan op locomotive bij country klikt, en dan zie je namelijk weer. Dan krijgen ze ook allemaal weer per land, zeg maar. Dus ik zou zeggen, daar gebeurt de mijne. Ik ga die zometeen even bekijken, die link inderdaad. Oh, ja, ik vind 60 wel een klein beetje. Was wel een klein beetje veel over die wissel hier te gaan. Ook op zich. Zo'n beetje afleven naar 40, want ik ben inderdaad iets te hard, want ik was met die link bezig. Ja, maar je mocht officieel met 60 over die wissels in. Ja, ik denk iets te hard. Was misschien een klein beetje veel, maar goed. Kijk, een beetje afleven naar 40. Ja, het zijn allemaal Nederlandse mods, ja, maar er zijn ook echt hele gave, gewoon Duitse mods. Want er zijn ook bussen bijvoorbeeld, een aantal Duitse bussen die in Nederland ook rijden. Ja, dan boeit het mij dan even dat er niet een Nederlandse skin op zit, maar dat is wel gaaf. Zeg. Er zijn ook trouwens Nederlandse seinen, die moet je ook even zoeken, die zijn ook echt goed. Nederlandse seinen, ja? Ja, in 2.4 kan je ook Nederlandse seinen doen en er is ook een mod waarmee je berglandschap krijgt, echt mountains, zeg maar. Ja, ik zie ook de... Er is ook een mod waarmee je de echt goederen veel beter maakt, zeg maar. Ja, ik zie dat Colin op een mode heeft een linkje gestuurd van Dreamweaver. En, ja, dat hebben we er meerdere gedaan. Ja, en daarmee word je geleid naar een of andere website inderdaad. Kijk, Malibaan. Ik sta bijna stil, hè. Ja, ik moet nog Malibaan oprijden. Nou, ik zat net bijna stil. En deur open. Splash. Ja, inderdaad, ja. Oh, nou remt hij denk ik weer heel snel, ja. Zo. Zo, hier mag u remmen. Ik hoor net een goede aanbieding van Koploper Mouw over dat we inderdaad een keer Open DTD gaan spelen. Dus ik zeg doen. Ja, moeten we dat een keertje doen, ja? Ja, met maximaal 64 spelers. Nou, zoek het maar uit, zou ik zeggen, of niet? Maximaal ik heb nog wel even een wens aan Koploper Mouw. Ik zou wel even alvast even graag een voorschotje willen van wat in-game geld, want anders ga ik niet spelen. Heb jij heel veel geld verloren, toch? Nee, nou ja, het is vrij lastig om zonder unlimited money te spelen, moet ik zeggen. Oké, nou. Hey, je kon nu ook de bliepje inderdaad, toen de deur dicht was. Ja, hè? Ja. Scenario wel dan. Hey. Hey, hier heeft dus Chris zijn ATB-geluidjes vandaan gehaald, hè? Gewoon het sluiten van de deuren van de klas 166. Maar, ja, wie weet.